Jongens, we hebben een groot probleem. We kunnen de auto niet vinden. We zijn bij het politiebureau. Ik kan gewoon nu hun wachtwoord wijzigen. Vandaag gaan we op vakantie. Het is herfstvakantie, dus ik heb er mega veel zin in. Jordi gaat niet mee, want Jordi heeft stage en zo. Dus dat is wel heel erg jammer. Maar we gaan dus met mijn mama en Maite. En trouwens komt opa ons ophalen. En dan gaan we naar Schiphol. En dan gaan we naar Spanje. We gaan bij Alicante daar zo. Wordt op zich nog wel lekker weer. Alleen ook wel een paar dagjes wat minder. Maar dan gaan we gewoon, weet ik veel, even shoppen of zo. Oké, ik heb me even omgekleed. Want ik wilde toch wat anders aan. Nu heb ik dit aan. Deze schoenen zijn van Nick en Nick. Deze broek is van Tammo & Dry. Ik heb dit shirt aan, die is wat oversized. Die is van, ja, dit Stieglitsch of zo. Jasje aan van My Jewelry. En ik heb een vlecht in. Oh ja, en by the way, ik doe dit tasje erbij om. Met daily paper. Dus ja, die moet ik even beter omdoen. Maar die doe ik erbij. Maarten, ik kan jou niet zien. Ik heb beter kameraad. Zo, ik heb het zo. Ik kan jou missen. Ja, maar daar. Ja. Helemaal erg, dit is te gek. Nou jongens, we hebben lekker een Starbucksje. En we gaan nu naar het vliegtuig. Doei! Oké, jongens, we zitten in het vliegtuig. En net werd er een vrouw een beetje boos op mij. Want mij wilde nog een foto posten. Alleen, die vrouw, ze deed dat ze wel een vliegtuig was. Dus toen had ze het één keer gezet en toen kwam ze weer terug. Want ze had nog een stiekem te doen. Toen werd ze een beetje boos. Zij liep weg, ik is niet meer aandoen, zij kijken. Maar ja, gast. Hoi! Wat moet je nou? Dat Jordi ermee aan het rijden is. Het is een goede auto op zich. Toch? Het is wel een mooie auto, ja. It's a mooie auto. Dat is een hard one. Alright jongens, we zijn in het huisje aangekomen. En ik ga even een roomtourtje doen. Dit is de deur, zeg maar. Hier kom je binnen. En dan heb je hier gelijk al een slaapkamer 1. Zo, kijk. Dan loop je hierheen. Dan heb je een keuken. En dan kan je zo. Oh, mami. Hierheen. Heb je badkamer 1. Oh, oké. Dan heb je hier de eettafel. En dan heb je daar de bank. En die zit heel chill. En het is ook heel chill, want hier heb je een tv. En daar kan je gewoon Netflix op kijken. Dus helemaal top. Dan kan je hier doorlopen. En dan hier rechts hebben we slaapkamer 2. En ja, eigenlijk gewoon heel chill. En Maite moet vooral ook best wel veel leren. Dus kijk, daar is een soort tafel. En hier een goed broodje. En ik moet ook nog wel een paar dingetjes doen.
Carscoolo, dus dat is helemaal toppie. Jongens, we hebben een groot probleem. We kunnen de auto niet vinden. Nee, zo ver zijn we niet geweest. We denken dat we hem veel meer terug hebben gezet, maar dan hebben we hem helemaal niet kunnen vinden. En we gingen daar net ergens rechts, zeg maar, waar we gingen eten. Gingen we ergens rechts, dus ik heb eigenlijk geen idee. Maar we gingen wel bij een schoenenwinkel kijken en daar dichtbij hadden we onze auto gezet. Dus we gaan even kijken bij die schoenenwinkel, of die daar ergens staat. En anders, ja, wat is er anders mee gebeurd, jongen? How can you not see this? This is the entrance of the parking. I'm sorry, I know it's not funny, but... You know how much it's gonna cost you? At least 200 euros. So you have to have a ticket. Then 150 euros for the... Sì, adesso non lo è vivo, non so idea chi so idea Olanda, è un faio grande. Sì. Sì, però la documentazione tengo in la casita dove siamo. Thank you, thank you. Internet, è un coche d'alquiler. Hoeveel euro gaat het kosten? 300 waarschijnlijk. Wat is er juist gebeurd? Maar de auto op een parkeerplek gedaan, alleen we hadden precies voor een parkeergarage, dus iemand wilde eruit rijden, maar onze auto stond ervoor. Dus toen heeft diegene de politie gebeld, toen heeft die politie hem gewoon mee naar de politie. Ja, gewoon gesleept. Ja. En nu, wanneer gaan we hem nu ophalen morgen? Ja, nu hebben we de taxi gebeld. Nu hebben we de taxi gebeld. En dan gaan we hem. En die taxi, we moeten eerst de papieren van de auto halen, want je krijgt niet zomaar je auto mee. En dan moeten we nog betalen en die auto halen. Papieren mee? Ja, en je kan niet zeggen, hé, die auto is voor mij. Dus je moet wel papieren laten zien van die auto, weet je wel. Dus dat moeten we gewoon bij de politie doen? Nee, dan moeten we dus nu naar het huisje die papieren halen. Oké, jongens, we zitten nu in de taxi. En hij gaat ons nu naar het huisje brengen. Mala suerte, Mala suerte. No he visto, yo pensé que era un apartamento. Y era una entrada. Y era una entrada. Okay. Y cuando volvimos, siempre mira el vado. Siempre todos de tener entrada tienen el vado. We snappen er helemaal niks van, maar mama fixt het alweer. Zeg het even naar de langste bank. Krijg je geld binnen. Oh, ja. Maar wat zei die man van net? Die zei al 200, toch? Ja, nou ja, voor het wegslepen moet je betalen en je krijgt natuurlijk een boete voor verkeerd parkeren. Het zijn gewoon alle avondjes uit eten, hè, man? Ja, echt, jongen. Beter dan dat de auto gestolen. Ja, dat is zeker waar. Had je meer moeten betalen, nee. Hey, jongens, we zijn bij het politiebureau. Oh my god. A ver, déjeme su carnet de conducir, el coche de alquiler, ¿no? Sí, es un coche de alquiler, sí, no somos de aquí. Vale, déjeme un minuto, su carnet de conducir. ¿Dónde no se ve? ¿Había tres vecinos? ¿Por qué? Bueno, tiene más. Se han tres cuartos lopen toeter, ya. ¿Mi? El bewoner, que era tu hielda. 135 euro. Oh. Doe me vaker dan. Waar is hij dan? Jij staat daar. Punthoofd krijg ik ervan. Punthoofd. Hey, maar hoe komen we er nu uit dan? Ja, we konden daar uit, zei die. Ja. Oh, jongens. Kijk dat kleine katje. Oh. Hola. Oh. Kijk nou. Dat mag toch nog helemaal niet buiten? Heeft hij nog vier pootjes? Ja. Nou jongens, we hebben in ieder geval de auto. We come back. We are survived. We. We hebben het ook leuk. We nailed this game, joh. Now we go home. Bye. Voor als jullie het willen weten, de boete was 135 euro, toch? Ja. En de taxi 12 euro. En de taxi 12 euro. Wij hebben het persoonlijk veel meer verwacht. Ja.
toen ik die sleutel ging halen, toen liep ik hier keihard. Maar ik had niet door dat er een afstapje was. Oh. Bijna mijn enkel, joh. Oh. Ja. Want toen we met die taxi waren, moesten we eerst nog papieren hebben van die auto. Want ik kon er natuurlijk niet zomaar zeggen, ja, dat is onze auto. Dus we moesten eerst nog helemaal hierheen. Toen viel mama bijna van het trappetje. Goed bezig, mam. Goed bezig, hè? We willen Netflix kijken, maar er staat nog iemand net van. Op onze niet? Nee, op iemand zitten. Oh, ja. Maar hoe log je dat uit, hè? Dus ik trouwens, ik werd wakker. Ons bed kraakt echt heel erg, jongens. En ik werd wakker en toen ging ik zo eruit en ik was nog een beetje zo. Ik kan gewoon nu hun wachtwoord wijzigen. Okay. Zeg maar, we gaan gewoon afmelden. En dat was niet echt slim van ze. Nee. We gaan nu even naar buiten. Mama is net terug van boodschappen doen. Oh, zo. We kunnen straks nog naar buiten. Oh, dit ding moet even omhoog. Kijk jongens, dit is het zwembad. En je zou vast denken, waarom staat er een lint omheen? Maar ze gingen wat doen of zo, maar dit mag je er gewoon afhalen. En dan hebben we sowieso een geheim paadje om naar het strand te lopen. Like, oh my gosh. Kijk te staan dan jongens, dit is toch ongelooflijk. Wat is het? Ah. Kom maar weer. I was always waiting for you. Wat denk je? Lekker aardappeltjes met alioli. Smeer alioli met patat, denk ik. Nou, het zijn aardappeltjes of zo. Ik zie gewoon niet. Ik zie alleen maar één berg alioli. Jongens, kijk hoe leuk. We hebben een paar dingetjes gekocht net. Ik heb dit enkel eentje. En Maite heeft enkel eentje ook heel leuk. Dit armbandje. En ik heb dit armbandje en die witte en die andere had ik al. Zo leuk! En het is nu 4 uur en we gaan weer richting huis. We gaan ook nog even een ijsje halen, want daar hebben we zin in. Jongens, we zijn in Alle Hop. Hoe heet dit? Alle Hop? Alle Hop. En hier hebben ze echt van alles. En je wilt alles kopen, maar het is allemaal echt bullshit gewoon. Ja, kijk, hier handdoekjes, mokken, borstels. En we hadden een borstel nodig. Dit, massage, weet ik veel, flessen. Dit is wel eigenlijk echt gek. Maar wat... Ja, je hebt hier echt van alles. Meid! Dit! I love this! Dus, misschien zou je denken, wat heb je aan? Ik heb gewoon een bikinibroekje aan. Hey, kan jij... Kijk dit! Oh, ik kan hem niet aan doen. Ah, jawel. Laat mij dit gewoon ook niet dit om mijn harsen sporen. Dit ligt echt weg van haar. Je weet toch, nee, wat zei het zo. Hoe gek is deze bril? Wacht, je hebt hem ook in het wit. Ah. Mam, laat even zien wat je gekocht hebt. Nee jongen, nee. Ik kan er niet, ze heeft zo'n haarband in gekocht. Oh, oké, jongens. Ik ga even kijken of ik ga zwemmen, want ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ja? Oh, ga je mee? Het is eigenlijk echt een vet groot zwembad. Maar volgens mij is het echt enorm koud. Ook omdat de zon niet schijnt en ik heb het namelijk nu al koud. Het is ijskoud! Moet je maar eens voelen. Oeh, ja. Ja. Oké, ga. 2, 3. Wat dan, wat dan, wat dan? Oké, ga gewoon. Alright guys, we have a chill. Girls night tonight. We hebben lekker sushi. Broodje, salade, meloen. Gewoon lekkere basic hapjes. Wat goed. Wat goed. Oké. Komt ie. Ja. Hey. We zijn hier met Senna. En we doen die shit. Ik wil je de vibe niet. Mijn vibe. Hey!
Goedemorgen. Het is vandaag zondag. We zijn net wakker. En we gaan zwemmen in de zee of zo. A morning swim. Ik doe dit vandaag. Dit badpak aan, Fanny en ik. Jongens. Het is toch mooi. I was always waiting for you. Oké, we zijn op het strand. En het is best wel koud. Nou, nu komt het is niet dus... koud. Nou, het is niet koud, maar... Het is 23 graden en het waait. Ja, ik en meid hebben een soort, weet ik veel, iets gemaakt. We hebben hier een handdoek, zo. En hier een handdoek, want die andere is helemaal nat. En mama is lekker koffie drinken, as always. Oké, jongens, we hebben iets van... Nee, maar kijk, je ziet het hier. Ja, ik weet niet wat... Hoofdsteun. Hoofdsteun, zodat we lekker kunnen liggen. En daar hebben we alles naar de zijkant verplaatst. Dat de zand niet echt in ons gezicht komt. Waarschijnlijk gaat het wel gewoon gebeuren, maar... Goed, team! We lekker lunchen. Lekker hier, hoor. Ik heb heel lang gechilled. En ik heb ook even gedoucht. Ik heb me omgekleed. En we gaan nu naar Alicante stad. Want ik dacht eigenlijk dat we nu al in Alicante waren. Maar we zijn nu El Campello. Es hallo mama. Sta je midden in de stad? Deze meid op mijn telefoon. Ja, ik ben niet kort in de les. Oh, mama is nog iets nuttigs aan het doen, maar eens even kijken. Dit is gewoon te Snapchat hoor. Is toch net helemaal mooi. Oké, we zitten nu bij, hoe heet dit? Lissaran. En dit is een papa's restaurant, echt heel leuk, want je hebt een soort barretje en dan heb je allemaal broodjes. Nou ja. Niet alleen broodjes, gewoon allemaal tapas en dan kun je zelf pakken. En ze komen soms langs met tapas. Nu gaan we lekker eten. En mama is even naar de wc. En aan het einde gaan ze je stokjes tellen en zo weten ze... Hoeveel je moet betalen. En dan een groot stokje kost bijvoorbeeld 2 euro, een kleine 1 euro. Dat is heel cool, dat is echt Spaans. Echt heel leuk. Dat is goed! Kijk, daar zijn gewoon midden met twee mensen aan het dansen. Ik weet niet hoezo, maar... Oh, dan willen ze geld natuurlijk. Wat goed! Doei!